Dr. Sophie Redmond is 65 jaar na haar overlijden nog steeds een voorbeeld voor Afro-Surinamers. Dit zei voorzitter Siegmien Staphorst van NACS. Ze sprak vandaag bij de kranslegging bij het borstbeeld van Redmond op het AZP-terrein. Redmond is de eerste zwarte vrouw die in koloniaal Suriname de opleiding tot arts succesvol heeft doorlopen. De kranslegging bij het borstbeeld van dochter Sophie Redmond is een initiatief geweest van de Stichting Vrouwen in de Politiek, VIP. Het is de eerste keer dat deze stichting Redmond op zo'n wijze eert. Sophie Redmond stierf op 18 september 1955 op 48-jarige leeftijd nadat zij zich onwel voelde. VIP-voorzitter Judith Ferber zegt dat Redmond een inspiratie is vanwege haar doorzettingsvermogen en het feit dat ze haar tijd ver vooruit was. Ook meent ze dat Redmond ervan bewust was dat ze middels politiek veel kon bereiken voor de positieverbetering van vrouwen. Het is daarom volgens Ferber belangrijk dat vrouwen hun rol begrijpen wanneer ze de politiek ingaan. Het is niet alleen daar gaan, ja, je hebt strijd, maar zonder die balance, want die balance heb je nodig. Ten eerste zijn vrouwen, ze zijn mensen. Dus waarom zouden wij niet een 50-50 moeten hebben, kunnen hebben? Je hebt een balance nodig voor een sterke democratie. Maar je hebt ook een balance nodig om topfuncties te bekleden. En misschien is het nu tijd, na 65 jaren, dat de informele macht, die nu zit voornamelijk bij de mannen, dat de formele macht nu overschakelt naar de vrouwen. NACS-voorzitter Siegmien Staphorst beschreef dochter Sophie Redmond als een voorouder op wie we trots kunnen zijn en aan wie we trots kunnen ontlenen. Ook zij benadrukte dat Redmond zich altijd heeft ingezet voor de positieverbetering van vrouwen. In de koloniale periode ging zij tegen elke vorm van onderdrukking in. Ze nam geen genoegen mee om in de schaduw van haar echtgenoot te leven. Het hebben van een eigen identiteit als vrouw was voor Redmond belangrijk. Sophie Redmond kwam op voor de positieverbetering van vrouwen. En dat is belangrijk vooral voor mij en voor NACS, voor allen die nu opkomen voor de positieverbetering van vrouwen. Sophie Redmond weigerde in de schaduw van haar echtgenoot door het leven te gaan en koos voor het uitoefenen van een toonaangevend beroep. Weet u wat dat betekende in die tijd waarin ze leefde? En weet u dat er nog steeds een heleboel vrouwen in Suriname zijn die in de schaduw van hun echtgenoot leven? Maar Sophie Redmond zei nee. Ik ga tegen de verdrukking in. Ik zoek mijn eigen identiteit als mens en mijn eigen identiteit als vrouw. En daaraan kunnen we ook een heleboel ontlenen aan stimulans om als vrouw door te gaan. Sophie Redmond dacht niet alleen aan zichzelf, want ze besefte dat het merendeel van vrouwen van haar tijd met hetzelfde probleem te maken hadden. Dus was ze actief in het bewustmaken van vrouwen over hun positie in de samenleving. Zaken als: wees niet tevreden met de rol die de samenleving traditioneel aan vrouwen voorschrijft, maar grijp naar hogere doelen. Durf als vrouw een niet-traditioneel vrouwenberoep uit te oefenen. Durf als vrouw politiek actief te zijn. En dat was ze ook. Durf als vrouw een eigen identiteit neer te zetten en een voorbeeld te zijn voor anderen. Voorzitter Siegmien Staphorst van NACS. Ze sprak vandaag bij de kranslegging bij het borstbeeld van dokter Sophie Redmond voor de ingang van het AZP Beddenhuis. Redmond, een voorbeeld voor vele Surinaamse vrouwen, stierf vandaag 65 jaar geleden op 48-jarige leeftijd.